Een hele goede morgen. Goedemorgen. Dit is Bert. En Bert ken ik van Instagram. Dus ja, hoe tof is dat? Toch? Tof, ja. Is, ja, mooi. Even afspreken en we gaan samen Wierden rijden. Is ja, iets meer dan 30 kilometer lang. 34. En er zit nog een extra route bij, Lageveld. En die is een kilometer of 4. En misschien dat we die meepakken in deze video, maar het kan ook dat het een aparte wordt, als het heel erg tof is. En het is mooi weer. Mooi weer. Altijd ja. Goed, hè? Ja. En Bert wil graag iets zeggen. Let's go! Yes! Dat is een splitsing. En als je 32 kilometer doet, dan doe je alleen Wierden. En die andere pak je Lageveld erbij. En dat is natuurlijk leuk. Dat gaan we doen, toch? Dit is dus het stukje Lageveld. We'll be right back.
hebben het gered. Hoeveel kilometer hebben we in totaal? 45. Ja, met een paar keer heen en weer, 45 kilometer. Het is, Wierde is dus een aparte route van Lageveld. Lageveld is echt een trainingsrondje, wat echt heel leuk is. Veel bochtenwerk, een paar flinke hobbeltjes op en af. Mooie Noordshore, die hebben we een paar keer gedaan. Daar zijn een heleboel kilometers op gemaakt. En daartussendoor heb je heel veel asfalt om alles te overbruggen. Want alles is maar een klein stukje singletrack en dan moet je weer asfalt en dan weer singletrack. Dat is wel jammer. Ik denk wel 20 kilometer asfalt. Ja, zeker wel. Dat is echt wel veel. We hebben bij Hoge Heksel geparkeerd. We dachten een bakje koffie te doen, maar op zondag is dat dicht. Dus hou daar erg in. Kunnen we nog meer over vertellen? Nee, ja, niet toch? We hebben al singletrack zijn bijzonder mooi. Maar... singletracks zijn leuk en hebben allemaal een eigen naam. Dus dat is ook wel bijzonder. Dat zie je niet vaak. Ja, best wel mooi. Maar om maar 1 uur en 3 kwartier voor te rijden. Nou, nee. Maar ja, leuk om gedaan te hebben. Dus als je hier in de buurt woont, een bofje. Tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Ciao. Doei.